Met de drie incidenten binnen anderhalf jaar in Zwolle is voor de vakbond de maat vol. Een buschauffeur verdient een veilige werkplek. Het kan gewoon niet dat buschauffeurs met angst en beven op hun stoel zitten. En ze moeten veilig hun werk kunnen doen. En daarvoor is de werkgever verantwoordelijk. Volgens de vakbond zijn drie maatregelen nu meteen noodzakelijk. Er mag geen geld of kaartvoorraad meer in de bus aanwezig zijn. Er moeten meer toezichthouders in de bus komen. En een chauffeur die slachtoffer wordt van een overval moet direct professioneel opgevangen worden. Volgens vervoerder Sintus begrijpelijke punten. Maar er zal altijd een spanning blijven bestaan tussen optimale veiligheid en werkbaarheid. Nou ja, misschien op zo'n onderwerp kan het altijd beter. Misschien is het nooit optimaal. Maar ik weet zeker dat we er al heel veel aan doen. We nemen onze verantwoordelijkheid en we nemen dit uiterst serieus. Maar volgens de vakbond kan er nog best een schepje bovenop. Vooral omdat veel geweldsincidenten al helemaal niet meer gemeld worden door chauffeurs. Buschauffeurs melden dat al niet meer. En ik vind het vreselijk dat buschauffeurs denken dat dat bij het werk hoort. Dat hoort niet bij het werk. Nou ja, als zij aangeven dat het niet genoeg is, dan is denk ik juist een overleg uitermate geschikt om het daarover te hebben. De uitnodiging voor een gesprek die ligt er dus. En het kan ook nog eens op korte termijn. Volgens de bonden hoog noodzakelijk. Bij een volgend geweldsincident worden acties niet uitgesloten. Het kan maar een klein incidentje zijn en de buschauffeurs zeggen nu is genoeg. Nu is het einde, maar het kan ook nog weer een half jaar duren voordat de buschauffeurs zeggen van nou, nu is genoeg. Maar als niks verandert, dan gebeurt er een keer wat.